Een hele goede morgen. Welkom bij nieuwe Ups and Down. Liam die is hier nog even aan het wachten, want die gaat met papa mee naar het Radboud. En hij is er al helemaal klaar voor? Ja. Papa gaat met jou naar het Radboud, hè? Naar de dokter van Jordi. Ja. Niels die gaat nou met Liam naar het ziekenhuis. Er is niks aan de hand wat betreft gezondheid, maar hij poept niet. Dus dat moet onderzocht gaan worden. Kom jij eens even hier. Dus Liam heeft al de fles gehad. En nou gaat hij zo met Niels mee. Ik vind het niet leuk hoor. Ik hoor er eigenlijk bij te zijn. Maar ja, door het hele corona gebeuren is er één ouderbeleid. Dus ja. Zomaar schaam, hè? Ja. Ze zijn weg. Jordi ligt nog te slapen boven. En daar ga ik straks mee naar de stad toe om schoentjes te halen. Want zijn schoenen zijn te klein. Maar ik vind het echt totaal niet tof. Echt niet gewoon. Ik weet, Niels die doet de zorg goed en dat soort dingen allemaal hoor. Dus dat is ook het hele ding niet. Het hele ding is, mijn kind die gaat daarheen en ik ben er niet bij. Ik ben bij Jordi overal bij geweest. Ik had het ook bij Jordi laatst hoor. Gewoon het hele feit dat de hele corona gebeuren. Het is geen drama wie op de afnemen, dat weet ik wel. Maar toch, het is toch een... het is toch je kindje, dus ja. Inmiddels is Jordi wakker. En Liam die is nou met Niels in het ziekenhuis. En ze gaan hapjes uit de darm nemen, dat noemen ze beyonte. En Jordi is ook wakker, hè? Jordi is lekker wakker. Oh, knappe vent. Hallo, wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Hè? Boom! Haha! Boom, 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 boom. Nou, ik ga eventjes met Jordi lekker quality time nemen. En ja, afwachten totdat Niels gaat bellen. Hi. Hallo. We zijn in het Radboud geweest. Liam heeft een paar hapjes uit zijn darm gekregen. Hij is een beetje verrast van wat er allemaal om hem heen gebeurt. We gaan naar terug naar de auto. We zijn klaar in het Radboud. Liam. Dus wij gaan nu weer terug naar mama en Jordi en Joef. Het is allemaal snel gegaan. Liam had niet echt last van de hapjes. Dus dat was gelukkig fijn. En nu gaan we terug naar huis. Zo, het gezin is weer herenigd. Yay! Ik heb Liam maar eventjes gauw omgekleed, want het was warm. We gaan zo even naar de stad. Gaan we even kijken of we voor Jordi nieuwe schoenen kunnen kopen. Hadden jullie ook zo'n leuke dag? Hé Jordi? Ja? Ik heb Boemba. Hij heeft geen tijd om te vloggen. Nee, hij is Boemba aan het kijken. Dat gaat nog veel harder. Hij had goed gedaan, dus hè? Ja. Mama moet eerst nog even een broodje eten dadelijk. Maar eerst even een flesje.
Maar daarna gaan we een broodje eten. Ik ben al druk bezig geweest, gestofzuigd, gedweld. Was alweer gedaan. En dan moet iemand mama bewaken dat ze goed voor zichzelf zorgt. Dus dat doe ik. Ja. Tot de ergernis van mama. Mm. Maar ja, ze gaat nou daar eten omdat ze anders weet dat ze dan meer gemauw krijgt. Maar hij had het dus goed gedaan. Ja. Een grote jongen. En over 2 weken uitslag. Ja. En Jordi krijgt nog een nieuw recept moviekolom. Ja. En we zijn onderweg. Ik zit achter mijn Jordi. En Liam en papa zitten voor. De baas boven baas, hè? Je kan het ook anders zien. Ik word gereden. Haha. We zijn nu weer terug. We zijn geslaagd voor schoentjes. Hé Jordi. Jordi heeft hele mooie schoentjes nou. En Liam is er ook. Ja, maar jij hebt ook een Liam, hè? Ja. En Jordi. Een lekker flesje. Gaat zo lekker zijn bedje in. Maar we zijn dus geslaagd. We hadden al poematjes, die witte. Deze hadden we eerst. De poematjes. En nou hebben we deze poematjes. Leuk, hè? Ze zijn ook een beetje met lucht doorlatend en zo. Voor lekker voor in de zomer. Want ja, sandaaltjes kan Jordi eigenlijk niet aan. Omdat hij ja, gewoonweg die grip niet heeft. Dus ja, leuk schoentjes. Dus die is ook weer klaar voor de zomer. Je moet liggen, schatje, om je fles te drinken. En Niels is zich nu even omkleden. Die gaat zo weer werken. Die had de ochtend vrij vanwege Liam. Dus toen zei ik van, hey, dan kunnen we ook gelijk even schoentjes halen voor Jordi. Want die heeft ook schoenen nodig. Dus ja, hebben we nou gedaan dan. Hij heeft maat, even kijken, de witte schoentjes zijn maat 22. Die waren gewoon echt te klein aan het worden. En nou heeft hij maatje 24. Dus... Deze lekkere voetjes. Jan ligt nu eindelijk te slapen. Jordi die is nog steeds niet gaan slapen. Dus ik ben hem nu heel eventjes een beetje melk aan het geven. Zodat hij daar toch nog even lekker zijn bed in kan. Want meneer heeft er geen zin in. Meneer zit te treiteren. En, maar goed. Ik ga heel eventjes met deze bink aan de slag en zorgen dat hij eens eventjes lekker gaat slapen. Nou, er is weer iemand wakker hoor. Met heel veel moeite in slaap gekomen. En hij is weer wakker. Ja. Ben je een beetje een zuurzin? Die zuurzin. Nou. Kom je mee met mama? Gaan we nog even gauw wat drinken? Ja? Gaan we nog even gauw wat drinken? Ja? Dan kan mama eten aan gaan zetten. Ook voor jou. Nou, ik ga nog even gauw met hem naar beneden luien verschonen en even gauw wat drinken. Dan is het alweer bekant tijd dat we gaan eten.
Jordi en Liam liggen lekker in bed. Jordi is nog wel wakker. Niels ligt lekker op de bank. We hebben straks gegeten en alles. En toen is Mamsie gekomen. En ben lekker haar nageltjes aan doen. Lekker aan beppen met elkaar. Ik zal even laten zien. Deze hand is al klaar. Die andere hand is bijna klaar. Dus ze heeft ze weer netjes. Zo dadelijk als we klaar zijn, dan ga ik ook, duurt het ook niet al te lang meer voordat ik naar bed toe ga. Ben moe. Morgen moet ik ook weer met Jordi naar de logo. Dus morgenmiddag pas. Maar ik heb morgenochtend ook veel te doen met de kinderen. Dus, maar goed. Alvast wel trust allemaal. Een hele goede morgen. Ik was vanochtend al vroeg op. Want Liam die was vroeg op. En net was ik Jordi de fles aan het geven. En toen liet Liam een scheetje. Wat heb jij gedaan, kleine vent? Wat heb jij gedaan? Waar zorg je nou weer voor? Je zorgt ervoor dat mama aan de bak kan. Jippie! Get for daddy. Nou, broekje verschoond. De bovenlaag van de zitzak heb ik in de wasmachine zitten met zo'n rompertje en alles. Nou, dat is nou eenmaal zo. Bij Jordi was dat ook echt hoor. Als Jordi biopt had gehad, dan poepte hij een dag of drie, twee, drie, vier. Poepte hij eigenlijk wel redelijk. En daarna was het weer krent. Dus we gaan het gewoon afwachten hoe dat bij Liam zit. Maar ja, hij zat van voor tot achter in zijn luier onder. Dus hij heeft goed zijn best gedaan. En nu ga ik wat dingetjes opruimen enzovoort. Iedereen heeft hier zijn flesje gehad. En dan ja, is het weer donderdag. Heel lang gaat duren voordat meneer op zijn buik ligt. Ik heb mezelf even opgefrist en ik heb Liam net heel eventjes aangekleed. Ik moet daar alleen nog even een broekje aan doen voor hem en sokjes. En dan ga ik daar Jordi wakker maken. En dan gaan we Liam naar Bianca brengen. Daar doet Liam even een paar uurtjes zijn. Want ik moet met Jordi naar de logopedie. En ik mag Liam meenemen, maar ik doe het omdat het de eerste keer weer is. Doe ik het heel eventjes alleen met Jordi. Naar zijn tante en oom toe. En naar zijn grote neef natuurlijk. Dus ja. Dan ga ik eventjes verder met flesje geven. En dan ga ik hier eventjes de boel hier verder klaarmaken. Zodat ik hem weg kan brengen. Nou, Liam hebben we weggebracht. En nu gaan wij onderweg naar de logopedie. Ik ben ondertussen aan het rijden, dus ik let zoveel mogelijk op de weg. Gelukkig heb ik handsfree. We zijn bij de logopedie geweest. En Jordi had er totaal geen zin in. Hij was zelfs een beetje chagrijnig.
nou... Nou is het eventjes... gewoon weer opstarten. Want hij moet natuurlijk hier ook weer aan gaan wennen. Dus dat is ook weer een dingetje. Maar op zich, het ging voor de eerste keer weer, vond ik dat het vrij goed ging. Maar ja, het is natuurlijk gewoon weer even wennen voor Jordi. En hij zit nu achter mij, hij zit nu met zijn autootje te spelen. Zodat hij eventjes weer tot zichzelf kan komen. En ja, ik ga nu naar huis rijden. En dan zo dadelijk... Ga ik Liam weer ophalen bij zijn oom en tante. En dan, dan zijn we weer allemaal thuis, want Lucy komt ook zo naar huis. Dus. Nadat ik ben thuisgekomen, heb ik daarna Liam opgehaald. Toen hebben we gegeten. En toen heb ik een dutje gedaan. Jordi ligt inmiddels lekker al te slapen. En Niels heeft Liam net de fles gegeven. Doet, doet. En Liam is ook hartstikke moe. En ik heb net met Joef gespeeld en daar zie je het resultaat ook van. Ik zal het even laten zien. Joef is nokkie. Ik heb er allemaal niks van gemerkt. Ik was even helemaal nokkie. Maar... Offline. Offline, ja. Ik was echt even helemaal nokkie. Ik was zo moe. Nou, daar heb je wel eens toch. En nou is hij lekker met Liam aan het knuffelen. Ja, we moeten hem zo laten zitten omdat hij anders spuugt. Ja, had dan een beetje gespuugd toch? Mm-hmm. Dus ja. Ja, probeer hem zo min mogelijk op zijn buik te leggen. Ja. Want als je hem op zijn buik legt, dan komt het eruit. Ja, klopt. Dat kan dan wel op een later moment, over een half uur, drie kwartier, maar... Mm-hmm. Tuut, tuut. Hey. Hallo. Die lachen naar papa. En Niels heeft hier ook wat dingetjes nog opgeruimd, zoals de vaatwasser aangezet en ja, dus ik mocht even slapen van Niels, had ik even nodig. Ik had hem door. Volgens mij moeten we naar bed. Jazeker, we liggen er al in. Oh, nou nog slapen. Gaan we ook doen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende. Tot de volgende keer.